Het is zover, dames en heren. Het is zover. We gaan de 28e aflevering opnemen om daarmee hoogstwaarschijnlijk de verhaallijn te eindigen van Spider-Man. Marvel Spider-Man op de PS4. Dat betekent niet dat de serie ten einde is. Dat betekent niet dat we dan alles hebben gedaan of iets dergelijks. Nee, alle story missions zijn dan voltooid. En ik heb er super veel zin in. Ik heb er naar uitgekeken. Aflevering 28. Ik neem dit nu echt in één gigantische setting op. Waarin ik misschien vandaag wel vanaf aflevering 19 tot 28 heb opgenomen. En dan zit je er echt lekker in. Dan heb je er echt zin in. Dan ben je echt hyped. En ik kan gewoon niet wachten om deze shit te gaan doen. Met de backflippy. Oh. We gaan naar binnen. Drop die support. Drop die like. De ending van Marvel Spider-Man. We did the impossible, Doc. But now I have to destroy it with a little creation of my own. Holy shit. Opbouw onder motivatie. Adrenaline. Actie. Het is zover. Daar gaan we. Ik denk dat het dus ook wel een outfit is dat je moet dragen bijna. The truth before they mop you off the pavement. Tell them what you did. I never. Everything you have is built on lies. Lies! You stole my company, my ideas! Now, the truth. The truth. Okay. The truth is, you were only ever worth a damn when you worked for me! The truth is, you could never accept that I'm better than you! You're a failure, Otto! And you always will be! Anti-serum! Otto, you've worked your whole life to help people. Please. You're fighting the wrong man. But have it your way. Oh, fuck, daar gaan we. We don't have much time! Please! I'll turn over the anti-serum when Osborn pays for his crimes! Give me the anti
serum! You've already done enough to ruin Osborn! No! He always found the slack! He had to lose everything! Deze man is een beetje sterk. Oh, kijk die nageltjes. I see you have a new tooth. It won't help. I know your weaknesses. I have no weaknesses. Heerlijk, bam! People are dying! They need the anti-serum now! I will cure the city after I bring down Osborn! Save the city! Then we can do whatever you want! I already know what I want! Now get out of my way before I really hurt you! Ouch. How much is Osborn paying you to protect him? I'm not protecting him! I'm trying to save the city! Oh. Osborn's the criminal, not me! Heerlijke move, zo kijk nou. Oh, op zichzelf. Give me the anti-serum and I promise Osborn will face charges. Liar! Just like Osborn. Nothing but lies. What happened to the man who wanted to help people? The weakling? The loser? He's gone! Doctor, jeetje, die gast is echt heel snel en heel gevaarlijk. Okay, fuck. Please! Every second we fight, someone could die! Yes! And Osborn will have to answer for every one of them! Why are you doing this? Because it's finally my time! Enough of this!
Waar is die gast? Oh, daar is hij. Let you win. This means too much to me. Not more than it means to me. Kijk nou hoe groot en filmisch dit is opgezet, jongens. Klootzak. Gas af eindelijk. Zie, ze krijgen steeds meer storing. Hij wordt steeds zwakker. Ik val gewoon aan nu. Oh. Nu dan? Please think of the man you were. That man is gone. You can't save me, Peter. Then I guess you'll have to save yourself. Godzame. Deze man. En dit gevecht is zo vet opgezet. Zijn brilletje. Nee, jij ziet er goed uit. If you want to change the world, you have to be the kind of man who can make the hardest decisions. I couldn't agree more. The anti-serum. Oh, my God.
Zoveel geschiedenis, die twee. En dan dit. Peter. I saw you as a son. I should have known you turned on me. Just like all the others. Turn. I've worshipped you. Your mind. Your conscience. Wanting to help others. The way you never gave up. That's because men like us have a duty, a responsibility, to use our talents in the service of others. Even if they don't appreciate it, we have to do what's best for those beneath us, whether they understand it or not. No, you're wrong! You are everything I wanted to be! You just threw it away! Yes, of course. You're right, Peter. Oh, I see that now. The neural interface affected my mind. But I can fix it. We can fix it. Together. If you'll help me. Do everything I can. I'll make sure you get the best help. No! If they put me away, they'll take my arms! I'll be trapped in this useless body! Please, Peter. That wasn't me. You said you'd never abandon me. You promised. Remember? And of course, you'll rest easy, knowing your secret is safe with me. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Peter? Even when it hurts like hell. Peter, where are you going? Peter? Peter! Oh, vet hoor, hoe die daar ook lag uiteindelijk. In een ziek lichaam, niet kunnen bewegen. Still viable. We'll need the entire sample as a base to produce more doses. How long will that take? A few hours. Maybe a day. What if we use it to cure someone right now? Then there won't be enough to cure the others. I'll give you a few minutes. You're gonna be okay, ma'am. I've got the cure right here. Take off your mask. I want to see my nephew. You knew? I've known for a while. I never wanted you to worry. I did. And I am so proud of you. And Ben would be too. All the people you've saved. I don't know what to do. Yes, you do. Thank you.
Fuck deze scène, man. Kutzooi. Ik wilde letterlijk net vragen waar is Miles, maar die staat dus nog steeds te helpen. Michaels doet eindelijk goede dingen. Kan eindelijk goede dingen doen, geen enkele villain meer die hem tegenhoudt. En daar is May Parker, May en Ben. Maar weet Miles nou al wie de echte Spider-Man is? Weet hij het? Oeh, ik wilde net zeggen, als nu de credits komen word ik boos. Maar gelukkig, 3 maanden later. So? Hi, Mary Jane Watson, associate editor. Congrats. Thank you. I knew you could do it. What about you? Find a job yet? Oh, no, but I'll be right with you, honey. Thank you. Mm-hmm. I was actually considering maybe a career change. Hmm? Yeah, I think I might want to become a chef. I'm sorry, no, it's... You're a scientist. A good one. Yeah, the last project I worked on, I created a monster octopus that almost destroyed the city, so... Yeah. I mean, you do make a hell of a chicken curry. I do. Still working on my dumplings, though. Going camping? Oh. My new place isn't gonna be ready for about a week, so I'm gonna be crashing with Miles for the next few nights. Oh. You know, you can always stay at my place. Only if you want to. No, I mean, yes, I mean, no, I don't, I not want to, but meaning I do want to, but only if you do. I never stopped wanting to. Me neither. Finally! Het heeft helemaal het einde van de game gekost, man. Oh, developed by Insomniac. Een geweldig stijlvol credit scene ook. De ending video heeft zo'n 25 minuutjes geduurd in totaal voordat we in de credits zaten. Maar ik heb zo het gevoel dat het niet het einde is. Volgens mij missen wij nog een scène over Miles en... de prik in zijn hand. En die gedachtegang geeft me kippenvel met dit muziekje erbij. Het zou zo episch zijn als we daar nog wat van gaan zien. Ik hoop het ook zo. Want je hoort ook dat Miles en Peter Parker vrienden zijn inmiddels. Dus alsjeblieft laat die twee echt een ziek duo worden. Would be so awesome. Ja, stijlvolle credits, jongens. Ik heb echt intens genoten van dit spelletje. Er valt niet zo heel veel over de game te zeggen, behalve dan dat hij mijn aandacht... echt heel erg lang heeft vastgehouden en dat hij heel erg goed uitgewerkt was voor een superheldengame.
Want ik kan er omheen blijven praten, maar dat blijft het toch wel. Het blijft een Marvel superhelden game. En als iets niet mijn smaak is, dan is dat Marvel. Ik hou er gewoon niet van. En Spider-Man is al vanaf kinds af aan een uitzondering bij mij geweest, wat ik altijd vet heb gevonden. En ik denk dat Batman op de tweede plaats staat. En ik heb oprecht door deze let's play en door goed te worden in deze game, en me zo verdiept te hebben in deze game, gewoon zin gekregen om Batman Arkham Knight uit te gaan spelen. Ik kwam namelijk gewoon niet door die game heen op de een of andere manier. En ik denk dat we de superhelden sequence met Batman moeten gaan doorzetten dan. Zou tof zijn. In ieder geval, ik laat jullie nog eventjes kijken naar de credits. En ik hoop toch echt op die sneak peek scène die er achteraan gepropt wordt van Miles. Ik hoop het echt. En als ze het stilhouden, is het de goorste cliffhanger ever. But we shall see. Expert or anything, but I think it's in the way that you ask her. I'm getting too nervous. Hey, all right, so where do you want this? Right over here is fine. All right. Hey, so Pete? Yeah. I kind of got to talk to you about something I can't tell my mom about. What's up? Well, weird things have been going on. Like, physically. Oh. Oh. Well, you know, you're at that age where your body starts to change. And so you may be noticing some areas, no, for example. Not that. I think it's better that I just, I show you. No. It's pretty weird, right? Not that weird. Is dit de scène dan waar ik het over had? Ah, godverdorie. Je weet dus nu gewoon niet hoe dat verder zal gaan met Miles. Want wat de hel was dat voor spin uit het laboratorium van die burgemeester van Osborn? Zo fucking vreemd. Hij is ook gewoon geprikt. En waarom is Mary Jane alweer niet gebeten dan? En letterlijk, die spinnen zijn met haar meegekomen en zij wordt weer niet gebeten. Dat is weer typisch, hè? Bla bla bla. Ah jongens, ik kan dit soort shit niet hebben, hoor. Ik kan dit echt niet hebben, want ik blijf nu gissen en hopen dat die Miles ending wordt uitgewerkt en dat we daar ooit iets van gaan zien. Maar ja, wat betekent dit ook voor de franchise? Ik bedoel, waarom is deze Spider-Man game niet op Xbox uitgekomen? Waarom is deze Spider-Man niet op PC uitgekomen? Waarom is dit een exclusive? Hoe groot is die deal van Marvel tussen Marvel en PlayStation en dus ook Insomniac? Fucking sick om over na te denken. Super vet voor de PlayStation gebruikers dat het een exclusive is geworden, maar hoe zuur voor de andere mensen? Ik ga hem in ieder geval hierbij afsluiten. Dit was Marvel's Spider-Man in 4K. Als we de credits overslaan, ben ik benieuwd wat we te zien krijgen. En daar zal dan echt de daadwerkelijke ending zijn. Van harte bedankt voor alle support, de likes, de leuke comments. En tot de volgende serie op Den of Den. Peace out.
We were so close. But I'll keep trying. I will find a cure. I will. I love you, son. Unknown assailants are firing on police.